Mario en Luigi, zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, dan ga ik zo aftellen en dan kunnen jullie gaan racen. Dag jongens en meisjes. Superleuk dat jullie weer kijken. We hebben vandaag iets super speciaals. Namelijk de Mario Kart 8 racebaan. Misschien heb je het wel eens op de computer gedaan of met een racebaan gespeeld. Maar vandaag gaan wij deze super vette grote racebaan uitpakken en spelen. Maar ik kan dat natuurlijk niet alleen doen. Dus ik heb er twee kinderen meegenomen die straks de wedstrijd gaan racen. Zijn jullie benieuwd wie dat zijn? Florien en Roos. Yes, Florien en Roos zijn er ook bij. Ik ga zo meteen... Kijk, dat zijn hun handjes. Dus jongens en meisjes, wat gaan we doen? We gaan zo de racebaan in elkaar zetten. Dan gaan Roos en Florien een potje racen. En jongens en meisjes, we gaan natuurlijk ook weer de groetjes doen aan heel veel kinderen. En ben je nou nieuw op dit kanaal? Of nog geen abonnee? Abonneer dan even op ons kanaal. Dat doe je met dat rode knopje beneden. Oké, zijn jullie er klaar voor? Kom, gaan we snel de doos uitpakken. Wij thuis hier zijn enorm fan van Mario en Luigi. En wat zien wij hier staan? Mario en Luigi. Hoe heten deze jongens? Deze heet Mario. Ja. En die heet Luigi. Luigi, Mario. Dus de rode is Mario en dit is Luigi. Oké. Okay. En wij hebben zelf ook iets bedacht. Ja. Mario Kart Wii. Maar dat is Mario. Luigi Kart Wii. Oké, okay, Luigi Kart Wii. Oké, okay, wij noemen het Luigi Kart Wii vandaag. Dat lijkt me ook goed. Dat lijkt me prima. Oké, okay, zullen we de rest van de doos even gaan uitpakken? Ja. Eens even kijken. Laten we dit eens even eruit halen. Wow. Dit is voor de looping. Oh, wat super vet. Ik denk dat het wel een beetje lang duurt. Wat, het bouwen? Ja. Nou, dat komt wel goed. We hebben de tijd. Even kijken. Hier moet straks de afstandsbediening in. Ja, we gaan het zo bouwen, Florien. We moeten heel even wachten. Dit is dan... Dit is ook heel cool. Oh. Dit is dat je dat die telt hoeveel rondjes je gaat. Oh, dus kan je echt een wedstrijdje doen. Ja. Weet je hoeveel rondjes je hebt gedaan? Er zijn twee. En anders, als het één was, dan zou deze weg zijn. En... Nee, want ja. Deze is van Mario of Luigi. Ja. Maar die is ook van Mario. Oh, dat is super handig. Jongens en meisjes, wat zit hierbij? Een tellertje. Dus elke keer als je hier met je karretje langs rijdt, dan tikt die. Dat doet hij waarschijnlijk zo. Even kijken. Tik. Dan klikt hij zo dat je dan de rondjes weet. Dus dan weet je ook wie er uiteindelijk gewonnen heeft. Dat is wel gaaf. Oké. Okay. Zo, eens even kijken. Hier hebben we allemaal gave bochten. Moet je eens even kijken. Dit zijn er echt heel veel. En hier, wow, allemaal lange stukken. Nou, dit wordt een lange racebaan, jongens en meisjes. En dat is ook de reden waarom jullie niet de blauwe studiotafel zien, maar deze eettafel. De racebaan is zo lang dat die alleen maar op de eettafel gemaakt kan worden. Oké, ik haal alles even eruit en ik leg alles even netjes op de tafel. Komt-ie. Oké, jongens en meisjes, kijk eens even. Dit is de platte grond. En dan gaan we hiermee beginnen. Dit is even een makkelijke stukje. En dan komen we straks bij de looping. Oké? Oké, Florien, wil jij mij dat rechte stuk eens even geven? Geef maar eens even eentje. Heel goed. Oké, Roos, mag ik van jou een bocht? Yes, heel goed. Dan gaan we eens even kijken of dit zo past. Kan je een beetje tegenhouden, Florien? Ja. Gaan we tillen een klein beetje op, dat is misschien makkelijker. Yes, hé, hey, dat schuift makkelijk. Oeh, dat zit wel goed. Heel mooi, kijk eens even jongens en meisjes. Dat is stukje 1. Dan, Roos, kan jij mij nog een bocht geven? Een grote baan. Voor een mega grote baan. Zo groot als de tafel ongeveer. Eens even kijken. Dan doen we deze bocht hierin. Tillen we hem een klein stukje op, dat is wel het makkelijkste. Zo, en het is wel een stevige baan. Kijk eens even, dat blijft ook mooi zitten. Alleen stukjes zijn hier. Nee, dat is alleen bij de bochtjes. Dan weet je dat je uit moet kijken. Dan komt er een heel mooi stukje. En dat is die teller. Dan weet je precies hoeveel rondjes je hebt gereden. Wat is dat? Ja, mag je wel even een beetje helpen? Heel goed. Ja, kijk, twee vingers ertussen zitten. Heel mooi. Dan nog een belangrijk stukje. Kijk. En hier komen straks die handdingen in. Laat eens zien die, waar je mee kan racen. Zo. Ja, daar komt ook nog het stroom op straks voor stopcontact, denk ik. Dan, hé, hey, wat goed gezien, Florien. Nog een klein stukje erbij. Die ik komt hier. Nodig, ja, heel goed. Ja. Jij moet nu zo'n
toppie hier zo onder leggen. Ja, even kijken hoor. Ja, hier zo? Ja, en dat of hier? Is het, hier denk ik. Zo? Ja, hier zo. Oké, ja. En ik wil nog even laten zien dat, kijk, dit kleine dopje is een 1, iets groter is een 2 en dit is een 4. Oké, heel goed. Nou, dan moet er ook nog een 2'tje zijn, hè? Ja, nu moet nog een 2'tje. Die moet... Is dat deze? Ja. Oké. Die moet dan hier zo aan het einde. Oké, zo. Oh, kijk eens, dan gaat hij al een beetje omhoog. Oh, dit is vet. Dit is cool. Oké, okay. Ja, die gaat er zo meteen, maar als dit omhoog gaat, ja. Wat moet ik... Zo, jee, die is eigenlijk echt groot. Even kijken, zo. Dan heb je nog een eentje nodig, zo mocht. Zo, nog een? Ja. En hoe moet die dan weer zo eronder? Ah, die gaat er door. Ja. Oh, wat vet. Dan heb je zo'n C'tje nodig en dat is een lange C. Ja, oké, okay, dankjewel. En... Laat zeker een D'tje. We hebben per looping, we hebben straks 2 loopings voor elk autootje. 1, moeten we er 4 in elkaar zetten. Dus laten we dat eerst gewoon eens even doen. Nou, we kunnen wel natuurlijk 4 dingen in elkaar schuiven. 1, 2. Moet even kijken hoe groot dit is. Dit wordt hoog heen. 4. 3. Wow. En dan zo, even kijken hoor. En dan nog eentje. Zo, 4. Maar 1. Ja, let op, dit wordt 1 looping. We hebben nog zo'n hele set. Oké, okay, kijk, we hebben hier dus nu 1 looping gemaakt. Die leg ik even hier neer. Dat is eigenlijk heel rond. Ja, zo. Dat klopt. En een looping is ook altijd rond. Zo. 1, 2. Goed vastklikken. Ja, dat gaan we zo laten zien. Dat is best spannend. 2. Deze. Huppakee. En dan deze. Zo. Dit is echt groot hoor. Huppakee. Oké, okay, gaan we eens even kijken. Als we deze nu hier doen. Zo, doen we de achterste, dan pakken we de andere looping, die doen we hierin, let op, zo, kijk even wat een achtbaan. Ja, jullie zien niet eens helemaal op de video, jongens en meisjes, maar moet je even kijken. Kijk eens even, daar komt hij, het laatste stukje, oké, okay, wow. We gaan hem nu nog even mooi maken met wat stickers. En dan kunnen we zo gaan racen, jongens en meisjes. En na het potje racen gaan wij nog de groetjes doen aan heel veel kinderen. En jongens en meisjes, jullie weten het. Vind je de video leuk? Doe even een duimpje omhoog. En zijn jullie nou nieuw op dit kanaal? Abonneer dan even op ons kanaal met dat rode knopje beneden. Ik knip er 1 keer met mijn vingers. En dan staan alle mooie stickers erop en kunnen we gaan racen. Zo, kijk eens even jongens en meisjes. De hele racebaan staat klaar. Wow. We zijn klaar om te gaan racen. Roos en Florien hebben net heel even geoefend. Want het is best wel even lastig in het begin. Want die turboknop waar Roos het over had, die moet je straks gebruiken om door de looping te kunnen gaan. Maar als je de turboknop te lang ingedrukt houdt, dan schiet je hieruit de bocht. Dat had ik net. En dat hadden Roos en Florien allebei net. Dus het is wel even spannend. Dus we gaan even kijken, jongens en meisjes. Zijn jullie er klaar voor? Het kan zijn dat het niet lukt, maar dat is niet zo erg. We gaan het proberen. Oké, jongens en meisjes. Dan ga ik even zo de scheidsrechter spelen. Dan ga ik namelijk zo zeggen, klaar voor de start af. Ja. Oké, ze gaan dus hier zo starten. Dan gaan ze hier over de racebaan. Dan heb je daar een eerste bocht. Dan hier nog een tweede scherpe bocht. En dan hier bij deze bocht komen ze aan bij de looping. En als ze dan in de looping gaan, moeten ze de turbo aandoen. Dan gaan ze zo door de looping. Hier doorheen. En dan zo bij deze bocht moeten ze weer uitkijken dat ze er niet uitvliegen. En dan komen ze zo. En als ze weer uitvliegen, dan... Probeer het opnieuw. Ja, dan moet het gewoon. Want het is niet zo makkelijk dan je dacht. Nee. Oké, dan ga ik het even vragen. Mario en Luigi, zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, dan ga ik zo aftellen en dan kunnen jullie gaan racen. Dus rustig aan. Vergeet de turbo niet bij de looping. En dan zijn we er bijna klaar voor, jongens en meisjes. Klaar. Voor. De start. En af. Thank you.
Dan is het nu tijd om de groetjes te doen. Ik wil graag de groetjes doen aan Levi van den Berg van 5 jaar uit Bad Hoefendorp. Isa van 3 jaar uit Oud-Marsum. Gabi van 4 jaar en Raf van 1 jaar uit Etten-Leur. Gijs van 4 jaar en Joren van 1 jaar uit Trips Compagnie. Lisette van 3 jaar uit Stadskanaal. En Lisette wil ook graag aan mij en Roos en Florien de groetjes doen. Nou, dankjewel. Nalani van 3 jaar. Saar van 6 jaar uit Leeuwarden. Kasper van 3 jaar uit Nijverdal. Marieke en Jitse uit Groningen. Quintus van 6 jaar. En jongens en meisjes, Quintus heeft voor mij een hele mooie tekening gemaakt. Kijk eens even, ik laat hem hier in beeld zien. Die heeft hij apart voor mij gemaakt. En daar zie je dus Quintus en mij en het logootje van YouTube. Nou, superleuk Quintus, dankjewel hoor. Milo Klokgieters van bijna 4 jaar uit Nuenen. Gigi Milou van 3 jaar uit Schiedam. En Jaden Kloet van 3 jaar uit Castricum. Oké, jongens en meisjes. En heb ik nou niet jouw naam genoemd, maar wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan de video in het formulier jouw naam willen zetten. En dan doe ik de volgende keer de groetjes aan jou. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie het gaaf vonden deze racebaan. Roos en Florien vonden het echt super tof. Nou, dankjewel voor het kijken. Vond je de video dus leuk? Doe even een duimpje omhoog. En ben je nieuw op dit kanaal? Vergeet je dan niet te abonneren met dat rode knopje beneden. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!